ben Renske Wendjoks. Ik ben museumdocent in het Zuiderzeemuseum. Momenteel staan we in het Harderwijkerstraatje. En als je daarachter kijkt, daar zie je de kapel. En de kapel is een van mijn favoriete plekjes in het Zuiderzeemuseum. En waarom? Omdat het daarmee begonnen is. We gaan er naartoe. Hierachter mij, daar zie je de kapel. Deze kapel die komt uit de gemeente Wieringen, uit Den Oever. En het mooie aan de kapel is dat dit het eerste museumobject was waarmee het buitenmuseum is begonnen. In 1967 is deze kapel afgebroken in Den Oever en vervolgens hier in het Zuiderzeemuseum steen voor steen weer opgebouwd. Oorspronkelijk stond voor de kapel een ziekenzaal. In verband met de lengte van de ziekenzaal kon deze niet worden geplaatst in het Zuiderzeemuseum. We gaan zo direct ook zeker even binnen de kapel kijken, want daar is nog heel veel te zien. Inmiddels zijn we binnen in de kapel en als je hier om je heen kijkt, het eerste wat opvalt zijn die stenen kisten. Mijn vraag is aan jullie, waarvoor werden die stenen kisten gebruikt? Kijk de video af voor het antwoord. Hier achter mij is het wapen van Wieringen. En wat bijzonder is aan het wapen van Wieringen is dat er het initiaal de W in staat. Dat gebeurde vrij weinig. Daaronder zie je twee rotganzen. En rotganzen leefden op het eiland Wieringen. Zondag was een heel bijzondere dag, want dan ging iedereen naar de kerk. Het was niet zo dat je mocht gaan zitten waar je wilde. Daar was een rangorde in. De mensen met het allermeeste geld zaten voor in de kerk. Zij hadden een eigen stoel met hun naam erop. De minder bedeelden zaten in de banken met een deurtje. De allerlaagste inkomens zaten in een bankje zonder deurtje. En de armen, die moesten helaas gaan staan achter in de kerk. Tot 1829 mochten begraven worden in de kerk. Dat was niet voor iedereen weggelegd. Dat was alleen voor de allerrijkste. Men wilde graag zo dicht mogelijk bij het altaar begraven worden, want dat was de allerheiligste plek. In 1803 had Napoleon besloten dat er niet meer begraven mocht worden in de kerk. En na de inval van de Fransen hier in Nederland mocht dat hier ook niet meer. Toen de Fransen weer weggingen, pakte de rode draad weer op en werd er weer begraven in de kerk. Maar in 1829, toen koning Willem I aan de macht was, werd het toch weer verboden en werd er niet meer begraven in de kerk. Ik heb nog een vraag voor jullie. Wat heeft de uitdrukking rijke stinkers te maken met de kerk? We staan nu op het kerkhof, oftewel de kerktuin. Hier achter mij zie je allemaal grafmonumenten. Deze grafmonumenten zijn afkomstig van Wieringen, Texel en Terschelling. Liggen hier nog steeds mensen begraven? Nee, dat niet. Maar ze staan hier wel om te laten zien hoe het 100 jaar geleden eruit zag. Aan de noordelijke kant van de kerk, daar was de ongewijde grond. Daar werden zelfmoordenaars, maar ook ongedoopte kinderen begraven. Het was niet zo in de 20e eeuw dat iedereen een monument kreeg. Dus er lagen veel meer mensen begraven dan dat er monumenten waren. Dit was mijn favoriete plek in het museum. Heb jij ook een favoriete plek in het museum waarover je meer wil weten? Laat het ons dan weten. Wie weet komt jouw plek de volgende keer voorbij. Die stenen kisten, dat noem je ook wel sarcofagen. En die werden gebruikt om mensen in te begraven. Ze werden her en der uit de Zuiderzee vandaan gehaald. Deze komen uit Wieringen en staan nu bij ons in de kapel. De uitdrukking rijke stinkers heeft alles te maken met het begraven in de kerk. Ruimen deden ze in die tijd niet. Dus je kunt je voorstellen dat het steeds voller en voller kwam te liggen. En bij bepaalde weersomstandigheden begon het erg te stinken in de kerk. Oftewel, dat kwam door de rijke stinkers.